Goedenacht. In deze video delen we waardevolle tips zodat jij optimaal kan functioneren tijdens je nachtdiensten. Laten we meteen van start gaan met tip nummer 1. Stem vooraf af met je supervisor wanneer je wel en niet moet bellen. Zo wordt het voor jezelf duidelijker en wordt de drempel lager. De gouden regel: bij twijfel bellen. Vermijd cafeïne een aantal uur voordat je gaat slapen, zodat je sneller en dieper slaapt. Vraag niet te veel van jezelf tijdens je nachtdiensten. Probeer zo min mogelijk andere dingen te plannen. Accepteer dat je brak bent en dat je hele ritme omgedraaid is. Doe alleen spontane dingen als je er zin in hebt. Vermijd online shoppen. De kans is groot dat je dingen koopt waar je later spijt van krijgt. Lees een boek of kijk een filmpje met collega's. Laat je emoties niet met je aan de haal gaan. Wees je ervan bewust dat je misschien wat labieler voelt en emotioneler reageert dan normaal. Je bent nu eenmaal wat vermoeider deze dagen. Stap niet oververmoeid de auto in. Check of je fit genoeg bent om veilig thuis te komen. Een powernap na je dienst in de piketkamer is veiliger. Je bent niet alleen, ook al voelt dat misschien soms zo. Vraag je collega of ervaren verpleegkundige om hulp. Zorg voor een donkere kamer. Slaap na je laatste nachtdienst niet langer dan 1,5 uur. En vermijd blauw licht van schermen. Het is even doorbijten, maar hierdoor kom je wel weer sneller in je normale ritme. Blijf bewegen. Maar overdrijf niet. Tijdens je periode van nachtdiensten kun je beter lekker een stukje gaan wandelen dan jezelf helemaal afmatten in de sportschool. Maak het leuk met je collega's, want nachtdiensten hebben ook wel iets speciaals, toch? En houd je collega's voor de gek. En geniet ook van de stilte op de afdeling tijdens de nachtdienst. Bedankt voor het kijken. We hopen dat deze tips je helpen om energiek te blijven tijdens je nachtdienst.